In het begin schiep God de hemel en de aarde. Het boek Genesis is het oudst bekende relaas over de wereld zoals we haar vandaag de dag kennen. Werd de wereld zo'n 5000 jaar geleden op goddelijk initiatief geschapen? Is ze gedurende miljoenen en miljoenen jaren tot ontwikkeling gekomen? Is dit de oorspronkelijke plaats van de Hof van Eden tussen de Jordaanvallei en Beit She'an? Of was het ergens tussen de Tiger en de Eufraat? Bestond het werkelijk allemaal wel? De Bijbel, de unieke verwoording van de alomvattende waarheid, de bron van de drie wereldgodsdiensten, is hier geschreven. In dit heilige land. Er is geen land in de wereld zo rijk aan contrasten, zo gevarieerd in uiterlijk en sfeer, als dit kleine land Israël. Het heilige land biedt een bijna grenzeloze verscheidenheid aan bezienswaardigheden voor bezoekers van over de hele wereld, ongeacht hun geloof of cultuur. Hier kun je de natuur en het landschap aanschouwen, de plaatsen en omgeving waar eeuwige idealen tot stand kwamen. Hier kun je veel van de mooiste monumenten uit de geschiedenis bekijken. Ruïnes aangetast door de tijd, prachtige vestingen, gebouwd door koningen en keizers, wegen en slagvelden waarop het lot van volkeren werd beslist. Dit is het land waar zonder toverkunst de klok teruggedraaid kan worden om in het verleden te kijken. De bakermat van de gebeurtenissen die de loop van de geschiedenis van de mensheid hebben bepaald. Ga met ons mee op een reis door de tijd, langs landschappen, terug in de geschiedenis van de mensheid. In het land Israël, het heilige land. Een enkele familie vestigt zich bij een bron, Abraham, zijn vrouw Sarah en hun Egyptische slavin Hagar. Later zal Hagar de moeder worden van Abrahams zoon Ishmael, de stamvader van het Arabische volk. De woestijn is de natuurlijke verblijfplaats van de Bedouinen. Hun rondtrekkende bestaan herinnert aan de manier van leven van onze voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, 3000 jaar geleden. Vasthoudend aan hun oude gewoonten en tradities, leven de Bedouinen slechts enkele kilometers verwijderd van de moderne stad Beersheva, de hoofdstad op de doorgangswegen naar de Negev. Zoals veel plaatsen in Israël, waar archeologische ontdekkingen tijdens bouwwerkzaamheden niet ongewoon zijn, is Beersheva genoemd naar een zeer oude plaats, de Zeven Bronnen. Hier zult u waarschijnlijk uw milkshake drinken op de plaats waar Abraham zijn schapen molk. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Abraham wordt de vader van twee grote volken, het Joodse volk en, door zijn zoon Ishmael, het Arabische volk. Wanneer de middagzon meedogenloos neerschijnt op de vlakte van Mamre, neemt Abraham schuil onder deze eikenboom, nu 4000 jaar oud. Plotseling verschijnen er drie mannen. Het zijn boodschappers van de Heer, gezonden om Abraham en zijn oude vrouw Sarah
voor te bereiden op de geboorte van de lang verlangde zoon Isaac. Deze Byzantijnse kerk is een gedenkteken aan deze gebeurtenis. De Dode Zee. De Heer heeft de verwoesting van Sodom en Gomorra verkondigd. Abraham redt Lots hele familie, behalve één. Zijn vrouw keek achterom en veranderde in een zoutpilaar. Abrahams vertrouwen in de Heer wordt op de proef gesteld wanneer hij zijn geliefde zoon Isaac moet offeren op de berg Moria. Een kleine groep, voorgaand op een ezel, wordt hij te voet gevolgd door zijn zoon en dienaren. Het hout voor het offeraltaar wordt door Isaac zelf gedragen. Wanneer Abraham zijn mes pakt om zijn zoon te doden, roept de engel van de Heer uit de hemel: strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt. Hier op de berg Moria, meer dan 1000 jaar later, wordt het huis van God gebouwd. Op dezelfde plek waar het geloof van een man een goddelijke test onderging. En het is zeker niet de laatste. Kiryat Arba ligt ten zuiden van Jeruzalem. Kiryat Arba, ook bekend als Hebron, wordt voor het eerst genoemd in Genesis. Dit zijn de nieuwe wijken van de stad. Abraham koopt de grot van Machpela als een begraafplaats voor zijn geliefde vrouw. Het wordt het familiegraf van de aartsvaders. Abraham en zijn nakomelingen, Isaac en Jacob en hun vrouwen. Toen droomde Jacob en zie, op de aarde was een ladder gericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. In deze droom, die waarschijnlijk heeft plaatsgevonden onderaan deze trappen in Bethel, werd Jacob het land van Israël beloofd. Enkele dagen na deze gewichtige gebeurtenis ontmoet Jacob zijn toekomstige vrouw Rachel aan een bron. Deze Bedouïnevrouw is water aan het putten voor haar vaders schapen, zoals Rachel toen Jacob haar voor het eerst zag en verliefd op haar werd. Rachel, die onverwacht sterft bij de bevalling, ligt begraven iets buiten Bethlehem. Het tragische verhaal van haar lange lijden om haar onvruchtbaarheid en haar plotselinge dood hebben haar tot een symbool gemaakt van het moederschap. Jacob, die 12 zonen had, is de vader van de 12 stammen van Israël. Een van zijn zonen, Jozef, wordt een heerser in Egypte en de favoriet van de farao. Wanneer de 7 hongerjaren het gebied teisteren, nodigt hij zijn vader en broers uit zich bij hem te voegen in Egypte. Jozef sterft in Egypte. Zijn doodskist wordt tijdens de uittocht door de kinderen van Israël meegenomen en hij wordt opnieuw begraven in Nablus. Honderden jaren gaan voorbij. In Egypte treedt Mozes, die is opgevoed door de dochter van de farao, naar voren als een leider van zijn volk. De kinderen van Israël zijn niet langer vrij. Ze zijn onderworpen aan de heerschappij van de farao en worden gedwongen enorme voorraadsteden te bouwen voor de Egyptenaren. Er is een geestelijke leider voor nodig, één die het monotheïsme in de wereld brengt om hen uit hun slavernij te bevrijden. Mozes leidt nu de Israëlieten door de Sinaiwoestijn, waar zij 40 jaar rondtrekken totdat ze een volk zullen zijn van vrije mensen. Hier, op de berg Sinai, met 600.000 mannen en vrouwen als getuigen, worden de 10 geboden gegeven.
Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Eer uw vader en uw moeder. Want de Heere, uw God, brengt u in een goed land. Een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en honing. Toen beklom Mozes uit de velden van Moab de berg Nebo. En de Heere zeide tot hem: Dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heb. Ik heb het u met uw ogen laten zien, maar gij zult daarheen niet overtrekken. En zo gebeurde het dat Mozes stierf zonder ooit een voet in het heilige land te hebben gezet. Hij werd begraven in Moab, in Transjordanië, maar niemand weet waar, zelfs niet tot de dag van vandaag. De reis van de Israëlieten naar het heilige land voert hen tot aan de rivier de Jordaan, waarvan de overtocht een belangrijke hindernis is. Mozes is dood, maar als de priesters met de ark van het verbond de Jordaan instappen, valt de rivier droog en de Israëlieten trekken door de droge bedding. Het is een bewijs van Gods verbondenheid met zijn volk en hun nieuwe leider Jozua.